met een organisatie die ons sterk aan het hart ligt. En dat is SCEP. Want samen delen wij de voorliefde voor het kritische denken. Edelsteenkundige Claire Moens ontkracht vanavond enkele mythes over de kracht van edelstenen. Een SCEP'er en filosoof Brecht de Koene las haar boek en gaat hierover met haar in gesprek. Nadien geven we wat tijd en ruimte voor vragen uit het publiek. En daarna trakteert Brecht ons onverwacht op een magische act. De bar in deze zaal is momenteel eventjes dicht, maar gaat na afloop nog een uurtje open. En wie daarna nog dorst heeft, kan nog altijd afzakken naar het café beneden de Geus van Gent. Maar eerst geef ik graag het woord aan Wietse Wils, de kersverse voorzitter van SCEP. Dank u wel. Ik ga het niet te lang maken hoor. Dag iedereen, ik ben Wietse, de voorzitter van SCEP inderdaad. SCEP onderzoekt beweringen die volgens de huidige stand van de wetenschap het zij bijzonder onwaarschijnlijk, het zij onmogelijk zijn. Dat klinkt een beetje pedant en academisch, maar bijvoorbeeld gaat dat over zaken als homeopathie, bepaalde complottheorieën, creationisme enzovoort. Dus ja, je hebt een aantal subgenres, maar daarbinnen zijn er eigenlijk oneindig veel zaken. Ik denk dat de laatste jaren ons hebben geleerd dat dat zeer actueel kan zijn en niet zomaar wat spielerij voor mensen die tijd te veel hebben, maar dat dat ook heel erg kan inspelen op de actualiteit. Nu dacht zelfs ik dat dat voor edelstenen al wat minder het geval was. Ik dacht, ja, edelstenen, dat steek je in een ketting of in een ring, misschien heel af en toe nog eens in een tand. Maar er blijkt ja, dat er ook bekende mensen zijn die dat nog in allerlei andere holtes steken, die daar niet per se toe op voorzien zijn. Misschien daarover straks meer. Maar ook dat er allerlei claims gedaan worden rond die edelstenen. En wat maakt nu een pseudowetenschap? Een pseudowetenschap zal niet zeggen, dat is zo omdat ik het zeg, of omdat mijn leraar heeft het van zijn leraar, maar daar komt een uitleg bij. En nu, dus zelfs nog niet zo lang geleden, stond er in een bekende krant een interview met een dame, geloof ik, die niet alleen edelstenen verkoopt, maar die ook boeken verkoopt over edelstenen verkopen. En daar dan een ganse uitleg over fysica en de trillingen van die edelstenen zo, enfin, te zot om los te lopen. Dus het gaat om een miljardenindustrie, dus het is niet meer dan passend dat Claire, als juweelontwerpster en edelsteelkundige, die even kort toelicht. Dus ik ga Claire en Brecht het woord geven. Hallo, hoort iedereen mij een beetje op een treffelijke manier? Ja, dat is belangrijk. Hè? Ja. Dag Claire. Dag Brecht. Toen een paar weken geleden jouw boek uitkwam, dan vroeg ik eigenlijk aan jou van hoe gaan we dat hier een beetje aanpakken? Wil je een presentatie geven? Nee, zei Claire, stel mij maar wat vragen. Ja. Dus dan ben ik inderdaad begonnen met jouw boek te lezen, van het moment dat ik het binnenkreeg, door te nemen. Het zijn bevattelijke boekjes, heel toegankelijk geschreven, heel leuk. Wij kennen elkaar eigenlijk al een beetje, maar ik ben eigenlijk gewoon ook al wat benieuwd om te beginnen vragen naar uw achtergrond. Het werd al gezegd, jij bent juwelenontwerpster. Ja. Hoe lang ben jij dat al? Ik ben nu al meer dan 25 jaar zelfstandig. Ik heb al meer dan 25 jaar mijn eigen label, mijn eigen collectie van juwelen. En ik promoot mijn werk eigenlijk via beurzen en tentoonstellingen, kom ik in contact met heel veel mensen. En de vraag die ik vroeger nooit kreeg, maar de laatste 10 jaar meer en meer, is wat is daar nu aan die helende kristallen? Is daar nu iets van... En die vraag kwam veel frequenter. Als ik daarop antwoordde, ja, daar is geen wetenschappelijk bewijs voor, dan kreeg ik soms wel zo'n beetje een irritant antwoord van ja, jij staat daar niet voor open, jij bekijkt dat wetenschappelijk, je hebt oogkleppen op. En soms is het al eens gebeurd dat iemand heel boos tegen mij zegt van ik ga weg, want ik ga mij niet laten besmetten door uw negatieve energie. Het is echt een geloof beginnen te worden. Ja. En maar nog eventjes terug, ja. Dus het is al 25 jaar dat je juwelen verkoopt en dus ontwerpt. Ja. Je zal daar waarschijnlijk een opleiding voor gevolgd hebben. Wat houdt dat allemaal in? Zitten daar ook vakken in rond scheikunde? Nee. Ik heb dus mijn opleiding voor juwelontwerp gevolgd aan de academies van Antwerpen en Sint-Niklaas.
Daarna heb ik een postgraduaat gestudeerd aan de Hoge Raad voor Diamant in Antwerpen. En dat is een opleiding voor gemoloog. En dat houdt eigenlijk in alle kleuredelstenen en diamant. Dus ik ben daarnaast ook nog diamantair. Ah. Wat is onze opleiding eigenlijk voor gemoloog? Dat is het determineren van een geslepen edelsteen. Dus een klant geeft mij bijvoorbeeld een rode edelsteen en ik moet dan onderzoeken, is het een rode granaat, is het een spinel, is het een robijn? En dat kan je dus doen door de fysische eigenschappen van die edelsteen te onderzoeken. En dan met zo'n vergrootglas, ja, kan je dat dan... Ja, maar dat is al één ding, zaken. Dus ja. met een loep kijken of met een microscoop kijken, wat voor soort insluitsels dat er eventueel in zitten. Maar het is ook bijvoorbeeld soortelijk wicht berekenen, de lichtbreking, hoe hard is de steen, het spectrum van de steen, al die zaken, al die opsomming van die zaken laat u toe om een steen te determineren. Ja. Of het dan... want een robijn heeft een ander soortelijk gewicht en een andere lichtbreking dan bijvoorbeeld een rode granaat. Dus wat mijn opleiding eigenlijk inhoudt, is eigenlijk het maken van een certificaat voor een klant om te zeggen van ja, jouw edelsteen is dat en dat en dat. En dan kan je daar ook een kwaliteitswaarde op plakken. Ja. Ja. En dus je doet dat al 25 jaar, hè, dat je in aanraking komt met mensen die geïnteresseerd zijn om dat te kopen voor als sieraad en zo. Ja. Maar heb je daar eigenlijk, je zei het daarnet al, ik word steeds vaker geconfronteerd met de vraag of er daar ook wel bepaalde krachten of magie van uitgaat, van die stenen. Heb jij het gevoel, het is natuurlijk subjectief, hè, bij u alleen, maar heb je het gevoel dat dat in golven komt, die populariteit, of neemt dat toe of neemt dat af? Of? Het neemt zeker toe. Vroeger werd daar niet over geschreven. En nu is het heel populair geworden door allerlei celebrities en influencers die daarover schrijven. Zoals onze eigen Anouk Maton, die heeft onlangs een boek geschreven daarover. Wie is Anouk Maton? Anouk Maton is een DJ en de vrouw van Dimitri Vegas, als ik me niet vergis. En zij heeft daar een boek over geschreven waar dat zij dus ook allerlei beweringen doet zonder weerlegging. En... dat boek op zich is een mooi boek. Het is uitgegeven door Lannot, het is een harde kaft. Het is met hele mooie foto's, een prachtige layout. Dus dat boek is met de bedoeling geschreven en gedrukt om veel te verkopen. Dus het is wat vroeger een marginaal gegeven was, dus bijvoorbeeld een overblijfsel van de hippietijd... had je zo'n stoffige winkeltjes en daar, als je daar binnenkwam, werd al misselijk van de wierook. Daar verkochten ze dus edelstenen en in die kringen werd dan nog over gesproken. Dus die edelsteen geneest dat en die kristal geneest dat. Maar dat was zo'n overblijfsel van de hippietijd. Maar met de revival van de New Age... zijn allerlei alternatieve geneeswijzen heel populair geworden, onder andere ook de helende kristallen. En wat nu opvalt is, het is hip en trendy. Als je naar die winkeltjes nu gaat, dat is niet meer oud en stoffig in een ver straatje, ergens in een uithoek van de stad. Nee, dat is op populaire plaatsen. En weet je hoe dat komt, dat hip en trendy, dat zo in een nieuwe jas zit? Hey, dat is een goede vraag. Ik denk dat veel mensen op zoek zijn naar zingeving. Er wordt minder naar de kerk gegaan. Het is populair bij de middenklasse en ik denk dat, ik ben daar niet zeker van, maar dat ook komt omdat er mensen gaan niet meer naar de kerk, maar hebben wel behoefte, spirituele behoefte om zaken op te vullen. En dan, New Age geeft daar wel een antwoord op. Een andere reden, denk ik, is ook dat de mensen eigenlijk niet meer stilstaan wat de wetenschap en de geneeskunde ons heeft gebracht. Mensen hebben daar maar een kort geheugen. Eigenlijk is de geneeskunde een beetje slachtoffer van haar eigen succes. Want
Enkele generaties geleden, ik heb daar ooit nog met mijn overgrootmoeder over gesproken, had je bijvoorbeeld heel veel kindersterftes. Nu is dat zelden dat er nog eens een kindje sterft van een kinderziekte. En ik denk, omdat daar nu de laatste generaties niet meer mee geconfronteerd worden, dat ze dat serieus onderschatten wat dat is. Ja, als je inderdaad op kerkhoven staat met nog een graf vanuit de jaren 1800, zie je dat de helft van de kinderen onder de 5 jaar stierf. Ja. Dus dat is inderdaad wel waar wat je zegt. In het begin van je boek, eigenlijk op de eerste bladzijde, schrijf je dus over die populariteit die de laatste jaren enorm toeneemt en dat het uitgroeit tot een miljardenindustrie. Ja. Ik vroeg mij af, zijn er mensen die daar onderzoek naar doen? Allee, ik bedoel, ik wil daarmee zeggen, niet iedereen die kristallen of stenen koopt, gelooft ook in die helende krachten daarvan, denk ik. Hoe maakt men dan in zo'n onderzoek het onderscheid tussen de verzamelaar die een soort van wetenschappelijke interesse heeft en dan enerzijds en dan anderzijds de mensen die geloven in die magische krachten? Ik denk, wat je nu ook ziet op bepaalde beurzen en vakbeurzen, is dat er nu een ander soort van klant rondloopt op die beurzen. Bijvoorbeeld, er is in België een heel goede amateurvereniging die zich bezighoudt met mineralen en fossielen op een wetenschappelijke wijze. En die organiseren ook elk jaar een verzamelbeurs. Vroeger zagen zij dat eigenlijk alleen andere amateurs of mensen die gepassioneerd zijn door het verzamelen van mineralen en edelstenen en ook fossielen. Zag je eigenlijk alleen maar die mensen of bijvoorbeeld ook juweliers die op zoek waren naar iets speciaals of ontwerpers die op zoek waren naar iets voor een juweel mee te maken, dat die nu ook echt een ander publiek hebben en die dus ook op zoek zijn naar die stenen. Akkam is daar nogthans heel strikt in. Zij zeggen tegen hun exposanten, alles wat esoterisch is en niet wetenschappelijk, mogen jullie niet vermelden. Je mag daar geen reclame van maken. Maar ja, natuurlijk, als er een klant aan die stand staat en ze voelen dat, die gaan in die richting, dat is zo. Dus je merkt wel dat daar een heel nieuw publiek voor is gekomen. Zijn er daar cijfers over? Hoeveel geld dat men daar aan? Wel, er wordt voorspeld dat in Amerika alleen, in het jaar 2026, die industrie, dus de alternatieve geneeskunde-industrie, een omzet zal hebben van 210 miljard. Dus om dat een idee te geven, dat is $625 per Amerikaan. Dat is gigantisch. Hè? In Amerika zou ik dan nog een beetje de verzachtende omstandigheid hebben dat mensen, de ziekteverzekering in Amerika is heel duur. Sommige mensen, zelf werkende mensen, kunnen hun dat niet permitteren. En dat ze dan misschien denken van, de dokter is te duur, het ziekenhuis is te duur. Ik ga mijn heil zoeken in alternatieve geneeskunde. Maar het is dus wel een, en dat kan ik niet genoeg benadrukken, het is een miljardenindustrie. Alle promotoren, of ze nu boeken schrijven, of een winkeltje hebben, of op een of andere manier goeroe zijn en edelstenen gebruiken, verdienen daar goed aan. Dus, Je haalde het zelf ook al een beetje aan dat het misschien vroeger wat meer een marginaal verschijnsel was. Ik dacht dat eigenlijk ook tot ik jouw boek las. Moest ik eigenlijk een beetje terugdenken aan ervaringen uit het verleden. Toen ik puber was, als ik 16 jaar was, ergens in de jaren 90, voelde je wat leeg en wat verward. En mijn moeder was daar ook nogal gevoelig aan en die had mij inderdaad ook eens meegenomen naar zo'n dame die met allerlei stenen en kristallen bezig was. En die vertelde mij bijvoorbeeld dat er een dame was die zo'n steen rond haar nek lang gedragen had. En dat alle energie, dat ze zoveel energie uit die steen had getrokken, omdat ze ook zo veel nood had aan die energie, dat die steen gewoon rond haar nek kapot sprong of zoiets. Hè. Dus dat zijn zo dingen van mij vanuit een ver verleden. Maar inderdaad, blijkbaar is dat niet zo. Ik geef ook les en ik merk ook het laatste jaar
veel meer dat er ook leerlingen van 16 of 17 jaar, daar graag over praten of daarmee bezig zijn. Ja. Dus dat zijn niet enkel middenklasse mensen of vrouwen van 40, 50, maar ook jongeren blijkbaar. Dus ik moet dat eigenlijk ook zelf vaststellen dat die aandacht of die interesse aan het vergroten is. En dan kwam ik zelfs Eric Adams, de burgemeester van New York, tegen. Dat hij gelooft dat New York zo'n bruisende stad is door het feit dat het op een kwartsafzetting gebouwd is. En hij draagt blijkbaar ook armbandjes met zogenaamde helende stenen. Ja. De burgemeester van New York, kan je daar nog wat dieper op ingaan? Heb je dat ook zien passeren? Dus hij zegt, en dat is effectief ook zo, New York en Manhattan is gebouwd op een kwartsafzetting. Op zich is dat niet zo speciaal. Kwarts is het meest voorkomende mineraal op de aarde en net onder de aarde. Zand is gewoon kwarts. Dus dat is op zich niet zo bijzonder. Ja. Maar wat ik persoonlijk heel problematisch vind, het is al erg genoeg dat influencers en allerlei celebrities dat promoten, maar een burgemeester van zo'n belangrijke stad heeft een gezagsfunctie. En dan zou je kunnen denken, ik zeg niet dat die brave man dat doet, maar gaat hij dan wel zich omringen met de juiste mensen als het erop aankomt voor de volksgezondheid van zijn burgers? Het geloof in helende kristallen staat meestal niet alleen. Dan geloof je ook in andere alternatieve geneeswijzes. En ik zeg nogmaals, ik weet niet dat die man dat doet, hè, maar het zou eventueel kunnen dat hij zich door alternatieve geneesheren laat omringen en niet de juiste beslissing neemt als het over volksgezondheid gaat van zijn bevolking. Ja. En ik vind ook, de man komt daar ook zo vooruit, alsof dat doodnormaal is. Hij heeft die opmerkingen gezegd in Politico, een belangrijk Amerikaans tijdschrift waar ze politici interviewen. Is er over teruggefloten geweest en mensen lachen hem erover uit. Maar op zich blijft hij daarbij. Dus dat mensen dat zo openlijk zeggen en dat verkondigen en promoten op die manier door iemand zoals Eric Adams, ja, dat is problematisch. Ligt daar dan ook volgens jou een beetje het gevaar van het geloof in helende kristallen? Omdat je zegt van als je dan... Dat vasthangt met andere ideeën rond onderbouwde of slecht onderbouwde of nog niet onderbouwde therapieën. Omdat men soms zegt van, schaadt het niet, dan baat het niet. Hoe ga je om met dat argument? De mensen die die ik tegenkom op beurzen, zeg ik toch altijd dat ze over dat geloof beginnen van edelte des kristallen. Ik zeg, ga toch alsjeblieft naar de dokter. Ja, zeggen de meesten, zeggen dan, jawel, maar wij beschouwen dat als aanvullend. Dan is dat nog niet zo erg. Maar in sommige gevallen, stel voor iemand heeft buikpijn of ergens onbestemde pijn en zegt, ik ga nu die kristal erop leggen en dat zal mij dan wel genezen. Die loopt daar een paar maanden verder mee. Dat werkt niet, het zal niet de goede kristal zijn. Ik probeer iets anders. Zo gaat er heel veel kostbare tijd verloren. Als hij dan niet of te laat naar de dokter gaat, dan kan het ook te laat zijn. Dan kun je in een stadium zitten dat je niet meer kan verhelpen of dat je nog een zwaardere ingreep moet doen. Ofzo. Dus dat is eventueel wel mogelijk. Maar zeggen die believers niet dat ze wel wetenschappelijk bewijs hebben voor de werking van magische en helende stenen? Of doen ze daar niet zoveel moeite voor om dat te bewijzen? Er zijn eigenlijk twee soorten van believers. Je hebt de believers die resoluut alles wat wetenschap is verwerpen, met het mantra alles wat natuurlijk is, is beter. En de natuur moet mij helen, ik moet mij helen, mijn lichaam moet zichzelf helen. En daar, geneeskunde kan daar niks aan doen. Je hebt ook mensen die dus de wetenschappelijke principes maar gebruiken of misbruiken of maar half begrijpen. Die bepaalde wetenschappelijke wetten gebruiken en dat verkeerd interpreteren. Bijvoorbeeld, ze spreken altijd over kristallen die hebben een bepaalde energie. Daar komt een energie uit. Nu energie in de wetenschap is heel gemakkelijk te meten.
Maar kristallen hebben geen energie. Die stralen geen energie uit. Dat kan je niet meten. Tenzij natuurlijk dat radioactief is, maar daar gaat het niet over. Ja. Maar dus is er al wetenschappelijk... Zijn er wetenschappers die zich bezighouden op een echt wetenschappelijke manier met de beweringen van mensen die daarin geloven? Ja, dus op een echte klinische studie, zoals een wetenschappelijke studie moet zijn, er zijn er niet veel, maar het bekendste onderzoek is dat van professor Christopher French, een professor filosofie, en zijn team hebben dat gedaan zoals dat moet. Dus met een groep mensen, waar ze op voorhand zeggen van ja, u gaat een kristal krijgen, we zouden graag hebben dat gemediteerd, en de gewaarwordingen van die kristallen beschrijft achteraf. Dus ze werden geïnformeerd van dat je zou die en die sensaties kunnen voelen. Nu, de ene groep kreeg een echte kwartskristal en de andere kreeg een glazen kristal, dus een namaakkristal. En wat bleek dus achteraf? Dat de beide groepen dezelfde sensaties zo gezegd hebben gevoeld. Dus de conclusie eigenlijk was dat kristallen niks doen, maar dat je natuurlijk wel het placebo-effect hebt. Ja. Nee, maar voor alle duidelijkheid, placebo-effect, dat werkt maar eventjes, maar dat gaat geen kanker genezen. Dus buiten het placebo-effect is daar eigenlijk niks wetenschappelijk aan. Ja, dat was eigenlijk de vraag die ik ook wou dan stellen. Is van, als je nu een experiment of een onderzoeksopstelling zou moeten bedenken om dat na te gaan, of dat werkt of niet, hoe doe je dat dan? Maar inderdaad, je kan nepkristallen geven en je deelt de groepen in. Zij weten niet van zichzelf of van elkaar in welke groep dat ze zitten, de placebo of de... Ja. En dan kun je nagaan wat hun ervaringen zijn en opteken. En Christopher French, dat je vermeldde, dus die met zijn team. Ik weet dat hij onderzoek deed naar hypnose en naar andere paranormale ervaringen. Maar bekend scepticus ook. Ja. Ik wist niet dat hij ook met helende kristallen bezig was. Ja. Dat is nieuw voor... Dat is een onderzoek van 1990. Dat is al een beetje... Dat is al een beetje terug, maar zou ik nog een keer opnieuw moeten doen. Ja. Ja. Ik las in je boek dat sommige gelovers of believers zelfs geloven dat kristallen een levensvorm zijn. Ja. Dat is voor mij dan wel een beetje... Ja. Dat je gelooft dat er daar krachten van uitgaan, dat kan ik nog begrijpen, ook al geloof ik het zelf niet. Maar dat een stenen levensvorm is, dat verwonderde mij. Ja, er zijn dus echt van die die-hard believers die geloven dat hoe een kristal wordt gevormd in de aarde, dat hetzelfde is zoals een embryo in een baarmoeder. Ja. Dat ook groeit enzovoort. En dat de oudste levende wezens op aarde zijn en die er eigenlijk zijn om de mens terug te gidsen naar een goed leven en ons te komen redden van al onze zonden of wat dan ook. Wat ik dan wel ook merkwaardig vind, als je echt gelooft dat levende wezens zijn, en die zijn daar dan, die leven dan zalig met heel hun familie in een grot, veilig, al miljoenen jaren bij elkaar, waarom hakken ze die dan zo harteloos los? Dus ik vind dat een heel eigenaardige redenering. Ja. Voilà, we zijn terug. Dus ondertussen denk eens na, want misschien zitten hier wel gelovers of believers in de zaal die denken van, er worden hier dingen verteld en ik weet nog iets of ik heb een vraag of een kritische vraag. Vuur dat dan straks op ons af. Sowieso wil ik dan straks vragen, hou het kort, steek geen betoog af. Je kan nadien nog altijd verder discussiëren met Claire. Maar ik maakte... een mopje over het opladen van mijn batterij met een of andere steen of kristal. En je zei, kan daar ook iets over vertellen? In mijn research voor mijn boek heb ik heel wat merkwaardige zaken rond edelstenen gevonden. Niet enkel dat ze helen, maar bijvoorbeeld dat je ermee kan converseren met engelen, met aliens en zo verder.
En er is één boek, dat was wel een zeer merkwaardig boek, van een Amerikaanse schrijfster. Haar naam is Melody, alleen Melody, geen familienaam. Ja. Zij heeft een boek geschreven, Love is in the Earth. Dat is een dikke turf van 700 bladzijden, meer dan 700 bladzijden, waar ze alle mogelijke mineralen bespreekt. Waar dat ze dus ook een recept dan geeft om daar een elixier of een aftreksel van te maken. Dus al dan niet in alcohol of in water wordt die steen dan gelegd. Je moet dat dan een tijdje laten weken. En als je dat water dan drinkt, dan krijg je ook die helende krachten van die steen binnen. Als je denkt dat dat levende wezens zijn, is dat bijna cannibalisme dan? Ja, zoiets. Ja, ja. Misschien niet voor vegetariërs dan. Hè. Ja. Ja, ja, ja. Ik weet niet. Maar... Wat dus wel heel verbazend is in dat boek, ze schrijft wel dat je moet wegblijven van radioactieve stenen, maar ze schrijft elixiers voor, en dat vind ik heel gevaarlijk, voor 6 van de 10 dodelijkste mineralen ter wereld. Onder andere... Dat snap ik niet goed. Er zijn ook mineralen die giftig zijn. Ja, ah, ja, ja. Arsenicum, loodsulfide... er zijn mineralen die levensgevaarlijk zijn. En dus van die top 10... Daar gebruikt ze er 6 van. En dat zijn dus... daar spreek ik over mineralen die in een laboratorium achter slot en grendel zitten. Die niet met de blote hand worden vastgenomen en die heel omzichtig worden gebruikt voor allerlei testen of zo. Eén daarvan is dus bariumcarbonaat. Ook wel witteriet genoemd. En dat is het hoofdbestanddeel van rattenvergif. Zij zegt ook, ja, dat kan je dus in water laten liggen, dan kan je dat drinken. Het lost niet op in water, dat is alle geluk, maar het is wel heel broos en breekbaar. Dus er kunnen stukjes afbreken. Dus als je dat van drinkt, kun je toch stukjes binnenkrijgen. En het lost wel op in zuur. Dus in maagzuur. Dus 5 gram van dat spul is dodelijk voor een volwassen man. Maar 1 gram... Kan hersenschade veroorzaken of allerlei letsels. En zij schrijft dat zomaar. En wat is haar uitleg dan? Dat wel werkt. Want, ja, dat het werkt, haar het werkt, ja. Met het feit dat wel een giftige, een toxische stof is. Ja, dat is dan voor wat het nu precies goed was, dat weet ik niet meer. Maar het is wel voor een of andere aandoening goed. Dan haalt zij bij op en zegt van nee, dat klopt niet. Dus dat is niet toxisch. Dat is raar in dat boek. Dat die vrouw ondertussen nog nooit... een proces aan haar benen. We spreken hier over Amerika, hè? Die doen dat graag. Daar is dat iets... Een ander mineraal dat ze dus aanraadt, en dat is dus ironisch of tragisch, hoe dat je het ook bekijkt, is dus galeniet. Galeniet is loodsulfide. Dus moet je niet in je mond steken, moet je ook niet met je handen vastpakken. Je krijgt daar loodvergiftiging van. En zij beschrijft dat een heel goed mineraal is voor mensen die dus weinig haar hebben, die graag een volle haardos hebben. Nu, wat is een van de symptomen van loodvergiftiging? Haarverlies. Ik kon het raden. Ja. En dat is dus dergelijke gevaarlijke zaken, ook arsen. Arsenicum, ja, arsen. Daar heeft zij dus een recept voor. Dat komt wel niet in contact met die vloeistoffen, maar... Ja, ik weet ook niet waarom dat die mensen, hoe dat die mensen daar moeten aangeraken. Hè. En nog een hele grappige, en zeker nu in de tijd van de energiecrisis. Ze beweert dus als je kristallen op je carburator legt of je benzineleidingen, dan kan je tot 50% langer met je tank rijden. Dus dat zou leuk zijn, hè, nu in deze tijden. Maar dat zijn toch allemaal zaken die gemakkelijk te testen zijn? Ja. En zij, ik heb dus ja, als bronboek haar boek gekocht. Het was een tweedehands boek van 2011. Dat was al de 11e druk. En als ik dus zo op die websites ga van boekenverkopers en ik lees de commentaren, dat is allemaal superlatieve. Van een eye-opener, you're an angel, a must-have book, a bible of weet ik veel. Daar is... Dat zijn allemaal superlatieven en ze vinden haar boek geweldig. En daar staat eigenlijk zo goed als geen kritisch noot op. Er is niemand die daar een kritische opmerking over geeft. Ja. Wat, dat is eigenlijk wel de 2 zaken dat ik daar zo wat uithaal uit uw verhaal. Er zijn een aantal
uitspraken die eenvoudig weerlegbaar zouden kunnen zijn, met het opzetten van een eenvoudig experiment zelfs. En dat naast baat het niet, dan schaadt het niet. Ik bedoel, dat het soms wel echt schaadt. Ja. Dat is eigenlijk een tweede argument waarom dat het... Dus dat is levensgevaarlijk als je dus die met die spullen... En dat is dan door mensen die ook niet weten hoe dat ze die mineralen moeten vastnemen of behandelen. Of lopen daar kinderen rond die dat per ongeluk in hun mondje steken. Ja. Dus ik begrijp eigenlijk niet dat die nog geen proces aan haar been heeft. Ja, ja. Ja. Mm-hmm. Af en toe wordt er ook wel iets over geschreven in kranten en tijdschriften. Allee, het is eigenlijk door het lezen van uw boek dat je dan plots begint te letten op die dingen. Spontaan, dat was niet doelbewust. Maar het valt mij inderdaad op dat er dat toch wel meer terug over in de media komt. Hoe is het volgens jou gesteld met die kritische benadering van de media over die opvattingen? Ja, dus de meeste serieuze kranten die weerleggen dat wel. Alhoewel, je hebt dus van enkele weken terug het laatste nieuws. Het was natuurlijk wel een lifestyle artikel waar dus ze eigenlijk zonder weerwoord of kritische opmerking een vrouw aan het woord laten die dus een winkeltje heeft in edelkristallen en kristallen enzovoort. En die dus beweert, ik kan wetenschappelijk bewijzen dat helende kristallen werken en het is niet zomaar een placebo-effect. Ja. En daar heeft die journaliste ook niet minste moeite voor gedaan. Ze heeft wel hier en daar het woord zou gebruikt, maar daar lees je over eigenlijk. En dat vond ik wel problematisch en daar is ook wel respons op gekomen, ook van andere journalisten. Zou je haar eens gaan opzoeken? Zou je met die dame van dat winkeltje graag. Rustig een babbel doen? Een van ons leden heeft naar haar een e-mail gedaan. Ah. Pieter heeft haar, dat is een fysicus, en die schrijft ook, omdat ze sprak over alles vibreert, moleculen vibreren. Dat wil niet zeggen dat die tafel vibreert met mij of dat glas vibreert. Zij, dat is ook weer al zo, dus een stuk wetenschappelijk feit. Ja. Ja, ja, ja. Moleculen vibreren, alles vibreert. Ik herinner mij dat van in het middelbaar, zero Kelvin, dat is min 200 en zoveel onder nul. Dat het absolute nulpunt is, dat het nulpunt is waarop dat het vibreren van die moleculen en die atomen eigenlijk stopt. Ik zou zeggen, vraag die vraag aan Jozef. 273,3. Ja. En dat is zero Kelvin? Ja, dat is zero Kelvin. En dat zou, ik denk, maar misschien dat mijn geheugen niet optimaal is, dat het punt is waarop dat die moleculen stoppen. Maar dus inderdaad, die trillen, maar dat wil daarom niet zeggen. Dat is ook weer zo'n rare interpretatie. Die vibratie van die kristallen gaat dan inwerken op de vibratie van je lichaam en dat gaat je kalmeren en genezen en helen. Dus een rustige, open babbel met die dame zou je wel Met die journalisten toch wel, ja. Ah, nee, met die dame van en met die dame ook. Ik zou dat ook graag doen. Ik weet niet of dat veel uithaalt. Maar ik zou dat zeker voor openstaan om daar eens met haar over te praten. Gewoon uit interesse. Waar haal je uw opvattingen vandaan? Ja. Ben je geïnteresseerd in het opzetten van een experiment? Ja. Leuk zijn om te zien of ze daarvoor openstaat of wat haar tegenargumentatie is. Ik ben eigenlijk nog eventjes, dat blijft wel wat in mijn hoofd spoken.